Goedenavond. Het mediacommentaar van vandaag gaat over het conflict in Syrië. De UNO heeft meegedeeld dat al 1 miljoen kinderen op de vlucht zouden gedreven zijn. Een schande als men het lijden van deze kleine mensen niet zou verzachten. Hierdoor zou het overleven van een hele generatie onschuldigen op het spel staan. Ongeveer 7 miljoen mensen werden sinds maart 2011 ontworteld, waarvan meer dan 4 miljoen in eigen land. De anderen zijn gevlucht naar de buurlanden. De secretaris-generaal van de UNO, Ban Ki-moon, heeft nu gedreigd met ernstige consequenties als wordt bevestigd dat Syrië gifgas heeft ingezet. VS-senator McCain heeft per omgaande president Obama ertoe opgeroepen met militaire middelen in te grijpen in de Syrië-oorlog. Na de vermoedelijke gifgasaanval in Syrië zou Washington niet langer meer passief mogen afwachten, zei hij tegen de nieuwszender CNN. Beide UNO-organisaties UNICEF en UNHCR klagen ondertussen de hele wereldgemeenschap aan omdat ze bijna passief naar het conflict zouden kijken en daardoor beschamend falen tegenover de Syrische kinderen, waarvan er vandaag 1 miljoen op de vlucht zouden zijn. Opdat de als passief uitgescholden wereldgemeenschap zinvol actief zou kunnen worden, legt Klaagmuur TV voor u hier en nu vast op welke weg de VS tot haar militaire suprematie is gekomen. Dan legt Klaagmuur TV ook vast hoe het tot dit hele Syrië-conflict is gekomen. De Verenigde Staten, die zich steeds meer als redder voordoen, leerden we kennen via de westerns. Genadeloos slachten ze zolang de oorspronkelijke bewoners af zodat niet alleen de wereldgemeenschap, maar ook de Amerikanen zelf luid begonnen te protesteren. Daarom verwisselde het VS-imperium zijn oorlogstactiek, zoals de kamelion zijn kleur. Voortaan vestigden de ministeries van Defensie en wenden voor alleen nog terug te schieten in geval van een aanval. Zo gezegd, zo gedaan, in 1898 kwam het onder andere tot het opblazen van het US-slagschip USS Maine. Daarop konden de Verenigde Staten, om zichzelf te verdedigen, een oorlog tegen Spanje op het touw zetten. In 1941 kwam het tot de Japanse aanval op Pearl Harbor. Dat was reden genoeg voor de VS om deel te nemen aan de Tweede Wereldoorlog. Sinds de val van de Twin Towers op 9 september, en nog meer sinds het een onrechte platbombarderen van Irak, wegens de vermeende massavernietigingswapens, werd het voor een deel van de wereldgemeenschap duidelijk. Dat hier allerlei dingen in scène werden gezet, zodat men artificiële redenen had om een oorlog te beginnen. Ex-CIA-agenten, die omwille van hun geweten uit deze Amerikaanse terroristenvereniging zijn gestapt, getuigen vandaag van 10.000 kleine en 3.000 grote inzetten, allemaal van gelijke aard, in de afgelopen 40 jaar. Bekijk daarvoor de films en berichten die aan het einde als bron worden vermeld. Let op. De films zijn niet geschikt voor kinderen. Wanneer nu de wereldgemeenschap al wordt opgeroepen tot actieve hulp aan de hulpeloze Syrische kinderen, dan moet deze hulp bestaan in een wereldwijd verenigd verzet tegen de misdaad van de wereldmacht USA en haar vazallen. Er moet aan herinnerd worden dat de strijders van het Vrije Syrische Leger, zoals bewezen, overwegend bestaan uit soldaten en verstrooide strijders uit de buurlanden. Het zijn geen inwoners van Damascus en Aleppo, zoals door de massamedia wordt beweerd. Het zijn pro-Westerse verzetsgroepen die worden gefinancierd door de VS. Hun hoofdkwartier is gevestigd op de luchtmachtbasis van de NATO van Inchilik. Kortom, deze terroristen, gefinancierd door de VS, vallen de hele derde wereld aan en zaaien verwarring zolang totdat de VS in haar derde chameleonkleur nu zelfs humanitaire oorlogen voert. Dat wil zeggen, ze treden op als redder van de naties, maar eigenlijk gaan ze gewoon verder met het afslachten van mensen. John Stockwell heeft de CIA verlaten. In zijn deskundige verklaring over de CIA betreffende het marinekorps en de geheimen van de heimelijke United States oorlogen beklemtoont hij, ik citeer, reeds midden jaren tachtig gebruikte ik het begrip derde wereldoorlog omdat ik bij mijn onderzoeken herkende dat wij met onze CIA-activiteiten niet de Sovjet-Unie hadden aangevallen, maar, en nu komt het, de mensen in de derde wereld. Ik zal nu zeggen wat het in wezen betekent, deze derde wereldoorlog. Het is de derde bloedigste oorlog van de hele geschiedenis, geloof ik. We ondernamen operaties in iedere hoek van de wereld. John Stockwell is de hoogstgeplaatste CIA-officier die ooit het agentschap heeft verlaten en naar buiten is getreden. Hij leidde een CIA-verspiederspost in de geheime CIA-oorlog van Angola van 1975 tot 1976. Er zijn ook andere getuigenverklaringen van ex-CIA-agenten. Vandaag hebben we in onze rubriek Ongecensureerde beeldvorming twee films toegevoegd die belangrijke getuigenissen bevatten. Ze onthullen dat de VS met haar masker van humanitaire oorlogsvoering nog lang niet aan het gewenste doel is gekomen. Want allang heeft deze chameleon in het geheim een zeer bedreigende vierde kleur aangenomen. Sinds de getuigenverklaringen van steeds meer hoge CIA-agenten probeert de VS-regering alle onthulde oorlogsschuld in de schoenen van de CIA te schuiven. Daarin zijn ze immers meesterlijk. Maar een dergelijke schuldafschuiving mag, wat betreft het volkerenrecht, nooit, ook maar in overweging worden genomen. Dat is hetzelfde als strafvrijheid voor ouders die hun onmondige kinderen nog willen beschermen, terwijl deze ongehinderd terroristische aanslagen plegen. Ten slotte wees gewaarschuwd: de Amerikaanse oorlogsprovocaties, zoals senator McCain die ten opzichte van president Obama heeft geuit. Zijn volgens China en Rusland een provocatie voor een directe nieuwe wereldoorlog? Want overeenkomstig de dreiging van de Staten van de Shanghai Samenwerkingsorganisatie beschouwen deze grootmachten een aanval op Syrië gelijk aan een directe aanval op hun eigen land. Ze fungeren daarom als veiligheidsmachten voor Syrië. Dit doen zij omdat ze begrepen hebben dat het de VS nooit om de ellendige lotsbestemming van miljoenen kleine kinderen ging, maar dat het enkel gaat om het uitbuiten van nieuwe oliebronnen en allerlei bodemschatten van de derde wereld, geheel in de stijl van de oude Wildwestcultuur. Alleen helaas spoedig in de mantel van haar vierde chameleonkleur. Meer over deze vierde kleur ziet u aansluitend in ongecensureerde beeldvorming. Neem genoeg tijd om goed over alles na te denken en beveel onze zender bij anderen aan. Met de films uit ongecensureerde beeldvorming wenst uw Media Klagmuur TV-team u een beeldvormingrijke avond toe.